Hennis heeft soms de neiging om dingen zo op te schrijven, maar ook uit te spreken, dat mensen denken, omdat hij dat soms een beetje nebenbij doet en met een grapje. Het is vaak veel doordachter en serieuzer dan hij het zelf vaak over het voetlicht brengt. Ik ben blij dat ik dat een keer kan zeggen. Want het is echt een revolutionair boek geworden. En als de mensen die echt uit de bouwsector komen, of ze dat nou vanuit de universiteit doen of vanuit de bouwsector zelf, de vakmensen, als ze echt overtuigd willen worden van de degelijkheid van die maar al te gemakkelijk leesbaar en toegankelijk opgeschreven ideeën, dan kunnen ze terecht in het derde gedeelte. En worden ze om de oren geslagen, zou ik bijna zeggen, met de vakinhoudelijke informatie, zodat ze zich ervan kunnen vergewissen dat het wel degelijk zeer goed gefundeerd is. Hennis gaat nou uitleggen wat er daadwerkelijk in het boek staat. Ik ben heel erg blij dat jullie het allemaal zijn. Het is allemaal heel erg. Heeft me ook heel veel gekost om jullie allemaal hierheen te krijgen. Maar publieke projectontwikkelaars, zoals Rijkswaterstaat of ProRail, maar ook woningbouwverenigingen, drinkwaterbedrijven, rioolwaterzuiveringen, dat zijn klanten. Die kopen bouwwerken. En die specificeren precies wat ze willen hebben. En daar hebben ze ook allerlei adviseurs weer nodig. Hè? En dan gaan ze het helemaal specificeren. Met tekeningen en specificaties. Dat is de oude bouw. Helemaal vastgelegd. En vervolgens wordt er een aannemer gevraagd om dat voor de laagste prijs te maken. En het specificeren betekent dat de competitie eigenlijk alleen maar op de laagste prijs is. En dat is niet zo best, hè? Want als je een heleboel aanbieders hebt met open mededeling, dan is er altijd wel een of andere aannemer die werkhonger heeft, die het voor de kostprijs of zelfs lager dan de kostprijs aanneemt. En dat betekent dat die aannemers ook heel weinig winst maken. Stel je voor, ik ga zaterdag uit eten. En op de bouwmanier, hè? Nou, dan kom ik uit voetballen thuis. Weet je. Dan ga ik dus een recept maken met een culinair ontwerper. Met een voedingsdeskundige, een toxicoloog en een risicoanalist. En de kostendeskundige. En ook nog een ingrediëntenspecialist. En dan ga je dus een recept maken. En dat hebben we goed gekeurd. En dan ga ik naar 's middags, dan ga ik naar de Kleine Houtstraat. Ik weet niet of je Haarlem kent. Dat is een heleboel restaurantjes. Recept heb ik in tienvoud bij me. Dan ga ik allemaal afgeven bij de restaurantjes. Ik zeg, jongens, maar luisteren. Vanavond kom ik eten. En dit is het recept. En degene die het vanavond voor de laagste prijs kan maken, daar ga ik eten. Lekker eten. Zij zitten dus in een prijscompetitie, want de laagste prijs doet het. Dus ze kijken naar het recept. Meestal zeggen ze, wat een stom recept. Klopt helemaal niet. En die kent helemaal niet. He, maar ik ga toch maar maken. En vooral tegen de laagste prijs. Allemaal goedkope ingrediënten. Allemaal overal snorren waar je het goedkoop kan krijgen. Alle onderaannemers worden gebeld en de toeleveranciers. Het grootste vervelende punt is dat als je dus normaal gaat eten, dan wil je verrast worden door iemand die kennis van zaken heeft. Maar die koks en die eethuisjes, die hebben dus nooit ervaring. Kunnen ook nooit specialist worden. Kunnen zich nooit ook doorontwikkelen op hun gerechten. En dat is eigenlijk ook met de bouw. Dus als je op die manier uitvraagt, wordt het nooit wat. Dus op het moment dat je dat de wereld in slingert en die aanbieders komen met de laagste prijs, dan heeft die klant eigenlijk de grote zorg dat hij inderdaad krijgt wat hij heeft gespecificeerd. Nou, dat is heel lastig. Vroeger ging dat met de opzichter. Met niks gemaakt zonder dat de opzichter het goedkeurde. Soms lette de opzichter weer niet op en dan ging het ook gelijk fout. Want dat zijn hele scherpe prijzen, dus alles wat je kan besparen, dat telt mee natuurlijk. Toen zeiden ze van ja, eigenlijk moeten we in de bouw moeten we zorgen dat de aanbieders, de aannemers, ook verantwoordelijkheid krijgen voor het ontwerp. Dus het ontwerp en uitvoeren niet scheiden. Net zoals in de normale wereld. Maar toch wilden die klanten precies definiëren wat ze wilden hebben. Dus een enorm groot probleem. Ik wil precies definiëren wat ik heb, maar ik wil toch die verantwoordelijkheid voor het geheel overbrengen naar de aannemers. Nou, dit hebben ze gedaan met de zogenaamde geïntegreerde contracten, de design- en constructcontracten. Ja, dat is dus wel een groot probleem. Want als jij dus specificeert wat je wil hebben, dan ben je toch een beetje verantwoordelijk voor wat je krijgt. Ze zeiden, nou, hoe moeten we nou die verantwoordelijkheid overbrengen? Ze zeiden, nou, oké, dan maken we een ontwerp. We specificeren dat geheel. Dat zoveel kwaliteit beton, die staalsoort, die funderingen, toestand, helemaal getekend. En als we nou die tekeningen wegmaken, verwijderen, en die specificaties van het bouwwerk, die houden we over. En dan zeggen we, nou, dit zijn functionele specificaties, en dat noemen we functionele eisen. En dat geven we aan die aannemer. En die aannemer, als hij dan de tekeningen maakt, dan is hij ook verantwoordelijk. Dat is het idee.
En dat is eigenlijk heel gek, hè? Want als je nou terug naar die kok gaat, of naar uit eten, dan ga ik wel een recept maken en dan ga ik naar naar de stad. Maar dan maak ik dat recept kwijt. Dan heb ik alleen functionele specificaties van mijn etentje. Ik zeg nou, ik wil een volle buik, een beetje Oosters gevoel, opkomend zuur. Dat soort dingen. En dan een beetje puffen, een beetje, oh, niet te veel boeren laten. Dat is ongeveer de functionele specificatie. Dan moet hij dus het recept zien te achterhalen. He, je hebt ook nog het zoutgehalte en het suikergehalte, het zuurgehalte en de bitterheid en de nasmaak. Weet ik veel. Dat is onmogelijk, maar dat wordt wel in de bouw nu gedaan. Het functioneel specificeren, ja, ik zeg, nou, dat kan niet, want je moet een ontwerp maken. Hè. Ik heb mijn leerstoel is integraal ontwerpen. Je moet ontwerpen met een ding. Hè. Je maakt een ding. Nee, zeggen de bouwers, nee, functioneel specificeren. Je kan ook oplossingsvrij ontwerpen. Objectvrij ontwerpen. Nou, één ding weet ik zeker. Ik kan geen fiets ontwerpen zonder aan een fiets te denken. Hè. Dus dat is nou het moeilijke van ontwerpen natuurlijk. Ik heb een zwager die werkt bij Philips Medical Systems. Daar werken ze aan MRI-scans. En elke 3 jaar komen ze met een nieuwe. 300 ingenieurs. Allemaal bezig met onderdeeltjes van dat complexe systeem. En niemand overziet het geheel. Als we die 300 ingenieurs een jaar lang, 2 jaar lang, 10 jaar lang op een hutje in de hei zetten. Met allerlei biefstukken en drank en toestanden. Met allerlei voorzieningen. Met 100.000 computers. Dan kan je 100 jaar wachten, 200 jaar. Dan komt er geen nieuwe MRI-scan uit. Ze hebben die oude nodig om een heel klein volgend stapje te maken. Gaat ook met Airbus. Airbus, kijk nou eens. Dat noemen we evolutionair productontwikkeling. Airbus 300 ging goed. 310, 320, 330, 340. En toen moest de 380. Verdiepingen erop. Nou, bel een aannemer. Het is een weekend voor elkaar. Een weekend. Hij vliegt niet meer, maar dat is ook veilig. He, maar die sprong, dat kunnen ze niet. Het heeft 10 miljard gekost en 10 jaar. En wat is evolutionair bouwen? Dat je dus eigenlijk, je ontwikkelt je door. Dus elk nieuw dingetje is dus een verbetering van het oude. He, dus het is niet natuurlijke selectie, maar het is kunstmatige selectie, sta ik voor. Dus we gaan niet gewoon bouwwerken laten selecteren. Nee, we gaan kunstmatig selecteren en dat is fokken. He, we gaan mooie tulpen maken, mooie bouwwerken. Dat is dus eigenlijk professioneel, evolutionair bouwen. Dat is het concept wat ik voorstel. Dat is living building. Dat betekent dus dat er geen sprongen meer gemaakt worden. Dat betekent, he, als je dus de hoofdwet van ontwerpen, wat is ontwerpen eigenlijk? Heb ik ook, het is mijn vak, he, nogmaals, ik ben er helemaal achter wat het is. Ontwerpen is, mag het hier eens zeggen, plat, jatten. En goed jatten. En goed jatten van anderen, dat is ontwerpen. En wat ik propageer is, als je beter wil worden, moet je jatten van jezelf. Dus dan ga je van je eigen fouten leren en dan word je zomaar specialist. Dat is eigenlijk het concept. Nou, het living building is dus eigenlijk evolutionair bouwwerken ontwikkelen, doorontwikkelen van bestaande. Dus niet elke keer opnieuw doorontwikkelen. En als ze er staan, dan moeten ze eigenlijk kunnen overleven in een snel veranderende wereld. Is het ondenkbaar dat de bouwwerken gaat produceren zoals auto's? Grote series van honderdduizenden en dat de variatie zit in accessoires. Dat is ondenkbaar. Mensen gaan niet allemaal in dezelfde bouwwerken zitten. Hè? Dus die bouwwerken moeten natuurlijk van architectonische schoonheid blijven. Hè? Er moeten gewoon verschillen. En eigenlijk is het zo dat elk bouwwerk moet uniek zijn. Uniek voor de klant. Maar tegelijkertijd, als je zo wil werken, evolutionair wil werken met living buildings, dan moet je ze ook elk bouwwerk hetzelfde maken. Dus eigenlijk moet een bouwwerk gelijktijdig hetzelfde zijn, maar toch totaal van elkaar verschillend. Nou, als je dat concept nou oppakt, dan kan je in één keer, kom je dan eigenlijk op de living buildings terecht. De structuur is vast en de objecten zijn los. In de huidige bouw zijn de objecten vast en de structuur wordt losgelaten. Als wij een ontwerp maken, dan zijn alle objecten die bij de toeleveranciers te krijgen zijn, die liggen vast. En dat zijn ook de uitgangspunten voor de architecten en voor de constructeurs en voor de bouwfysici en voor de installateurs om een bouwwerk te maken. Oké, de structuur is vast en de objecten worden dus variabel. En met die objectjes,
Dat is eigenlijk de inventiviteit. Dat wordt eigenlijk ook de technologie gaat erin zitten. Elk bouwwerk lijkt min of meer op het oude, maar het is toch volkomen anders, omdat de kleinste steentjes ook anders zijn. De technologie zit dan niet meer in een bouwwerk in het geheel, zoals nu. Wij maken eerst een bouwwerk en dan komen er allemaal buizen en technologie wordt er ingezet. En het komt er bovenop. Nee, de technologie zit nou eigenlijk in de kleinste deeltjes. En dat zijn de Lego-steentjes. Daarom hebben we Lego gebruikt. Dus de baksteentjes en de dakpannetjes en de heipalen en de kolommen en de vloeren en de ramen en de verf. Dat wordt technologische hoogstandjes. En eigenlijk is het zo dat we nu dus de zonnepanelen eigenlijk op een dakpannen dak zetten. Maar in mijn systeem pleit ik ervoor dat de dakpannetjes zelf de zonnepaneeltjes zijn. Dat in het dakpannetje gewoon een stekkertje gestoken wordt. Dat in een verf, op een kozijntje, gewoon een stekkertje. Dat er een lampje op. Dat de steentjes, de baksteentjes, dat je de foto. Het is er al. Het is er al. Alleen de jongens die het produceren, die raken het nog niet kwijt, omdat de klant het niet specificeert. Toen ik klein was, hadden we maar een klein doosje. Kon je alleen maar huisjes maken met deurtjes en venstertjes. En als je kijkt wat je nu kan maken met Lego, is eigenlijk onvoorstelbaar. Maar alle steentjes, die passen nog steeds op alle andere steentjes. En dat is structuur. Dus de relatie tussen de elementjes, die zijn dus vast. Het is er, de technologie is er. Het gaat er alleen om het grootschalig toe te passen. En grootschalige toepassing krijgen we eigenlijk als de opdrachtgevers, zoals we nu hebben, in één keer massaal zich onthouden van de specificaties van hun bouwwerken. Dat is de grote stap. Hartelijk dank. We hebben Piet de Bruin, een van de beste architecten die we in Nederland hebben, bereid gevonden om een commentaar te leveren op het verhaal van Hennis. Toen ik een paar dagen geleden aan Hennis vroeg, stuur me nou dat manuscript eens even op, en, want anders kan ik niet reageren op die maandagmiddag. Toen gaf je me nog een heel klein notitie erbij en je zei, ik geloof inderdaad wel dat het voor de architecten best wel ingrijpend gaat worden. Dat vond ik wel een leuk. En jij suggereerde mij eigenlijk al van dat je als architect in de visie van Hennis zal moeten kiezen. Hè? Want hij geeft dus die bouwkolom een veel, zoals de autobouwers, hè, een veel zelfstandiger en autonomere vorm. En wil je daar als architect bij horen of niet? Als je nu zo'n, laat ik zeggen, zo'n ouderwetse, vanuit het hemelse aangedreven visionair bent, dan zeg je, ik wil met die aannemer niks te maken hebben. De andere kant, dat zijn de architecten, de makers, en die zullen kiezen om in het kamp van ja, de productontwikkeling te gaan staan. Het artefact. En dat is mijn eerste, primairste reactie, is dat ik daar eigenlijk bij wil horen, bij het maken. Dus ik wens dat boek en jouzelf daarmee een hele goede vaart. We dachten, wij vragen Marjan Minnesma om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Ik wil ze graag allebei uitnodigen op het podium. Hennis Dreder en Marjan Minnesma. Nationaal ben jij eigenlijk de grote vrouw. Dus graag dit boek voor jou ter lering en ter vermaak. We hebben jaar gekeken van wie zijn de spelers in de bouw die er echt toe doen. Wie moeten we meekrijgen? Ik zou graag met jou willen kijken of we de goede hebben geselecteerd. En hoe we dan samen met hen en met ideeën die je hebt geopperd ook daadwerkelijk iets kunnen veranderen. Want dat is echt noodzakelijk. Willen we meters gaan maken. En dan gaat het over duurzaamheid in de volle breedte. Dus ook over leefbaarheid, ook over luchtkwaliteit. Ja. Ook veel meer dan energie en materialen. Dus ik zou ook heel graag samen willen aanpakken om ook echt iets te doen. Heel goed. Ja. Oké, doen we.